Voordat de video begint wil ik graag jullie aandacht vragen voor het volgende. Slechts 19,7% van de kijkers van onze video's is geabonneerd op ons kanaal. Dit betekent dat merendeel van de kijker geen abonnee is. Het is belangrijk dat jullie massaal abonneren, waardoor jullie bijdragen aan de groei van ons kanaal. Bovendien mis je geen nieuwe updates en video's als je geabonneerd bent. Dus like de video en abonneer nu. Barakallofikum voor jullie steun en veel kijkplezier. Beste kijker, welkom bij een nieuwe aflevering van Deen Reminder. Hierin gaan wij dus een interview houden met Oustad Mehboob Hafidullah. Ik krijg heel veel vragen van mijn kijkers, dat ze echt geïnteresseerd zijn in studenten. Want we kennen de studenten wel als we les bij ze volgen of lezingen bijwonen. Maar wie zijn die studenten nou eigenlijk? Ja. Nou, zijn we blij om een kick-off te beginnen met onze geliefde Oustad. Wie is Oustad Mehboob? Nou, ik kan daar inshallah simpel over zijn. Mijn naam is Abdullah Mahboub. Ik ben, zoals je wellicht weet, van Somalisch komaf. Alhamdulillah, ik ben praktisch heel mijn leven opgegroeid in Nederland, wat nu ongeveer 30 jaar is. Dat is muhtasaran wie ik ben. En wat was dan voor u de aanleiding om te gaan studeren? Wallahi, alhamdulillah, ik was altijd wel bezig met het opdoen van kennis. En ik probeerde er ijverig in te zijn, voordat ik überhaupt aangenomen was. Dus ik had altijd, alhamdulillah, husn al-dhan billah. Een goed vermoeden van Allah subhanahu wa ta'ala en verwachting. Dat ik hoe dan ook ooit in het buitenland zou zitten om de studie wat ik hier een beetje aan het doen was, om dat voor te zetten daar. Ik was hier natuurlijk, alhamdulillah, bezig met Koran. Op een gegeven moment had ik dat min of meer af, maar ik moet nog veel herhalen daarvan. Om het weer op peil te krijgen, inshallah. Alhamdulillah, ik was ook bezig met het leren van Arabisch taal. Alhamdulillah is dat ook gelukt. Ik had dat geleerd voordat ik naar Zuid-Arabië was gaan. Heb ik dat gewoon in Nederland geleerd. En natuurlijk de kleine boekjes en zo studeren en memoriseren. We hadden ook alhamdulillah een heel goed groepje in de moskee. Waarmee we samen alhamdulillah muraja'a konden doen. Hifd konden doen. Lessen samen konden doen. Dus dat was ook echt een grote steun. Alhamdulillah. Omschrijf de weg vanaf het moment van praktiseren naar de inschrijving van de studie. Ja, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala had mij al... Yani best wel vroeg geleid. Ik was al op mijn 15 praktiserend. En ik hield me toen al vanaf toen al bezig met proberen goede daden te verrichten, kennis op te doen. Op een gegeven moment, weet ik nog, rond mijn 18e begon ik al hier en daar lessen te geven in de Koran voor kinderen, kinderlessen. Zowel in Rotterdam, ook in andere steden, Delft en Alphen aan de Rijn. Ik deed dat elke weekend eigenlijk in principe. Dus ik was altijd wel bezig met Koran en andere wetenschappen. Totdat Allah subhanahu wa ta'ala het voor mij makkelijk had gemaakt om mijn studie voor te zetten, ook in het buitenland. Wat was de oorzaak geweest om te gaan studeren in Riyadh? Want ik kan me goed voorstellen, je hebt heel veel instituten. Medina, je hebt bijvoorbeeld in Egypte bij Sheikh Rasulallah Hafidullah. Waarom was de keuze gevallen op Riyadh? Nou, dat is alhamdulillah gewoon de qadr geweest van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft dat voor mij voorbepaald. Ik had me destijds aangemeld voor Medina en Riyadh, alleen die twee plekken. En alhamdulillah ben ik uiteindelijk gewoon aangenomen geweest in Riyadh. Dat komt denk ik omdat heel veel mensen zich inschrijven voor Medina. En natuurlijk heb je een beperkt aantal plaatsen. Niet iedereen kan aangenomen worden. Dus ik wist dat mijn kans om in Medina aangenomen te worden was kleiner. En Allah subhanahu wa ta'ala had het zo bepaald dat ik in Riyadh aangenomen zou worden. En je hebt, zoals je zegt, heel veel plekken waar je kunt studeren. Of dat nou in Mekka is, of Medina is, of Riyadh is. Je hebt daar tal van moskeeën en tal van universiteiten waar je jezelf kunt aanmelden. Alhamdulillah, ik had twee universiteiten gekozen. Jamiat al-Islamiyya bil Medina en Jamiat Mohammed ibn Saud in Riyadh. Dus het was eigenlijk hetgeen dat Allah subhanahu wa ta'ala voor mij had voorgeschreven. En in die tijd, kan ik me nog herinneren, was het echt een trend om jezelf in te schrijven voor Medina en in mindere mate Riyadh en Mekka. Ik weet niet of dat nog steeds zo heerst. Dat gevoel heb ik niet, dat het is wat minder geworden. Vroeger had iedereen wel een beetje zo van... Ik wil naar het buitenland gaan, ik wil op een gegeven moment wel studeren in het buitenland. Al zouden ze dat wellicht niet waarmaken, ze hadden wel een beetje de wil of de intentie om toch, of ja, droom, laat ik zeggen, de droom om uiteindelijk naar het buitenland te gaan. Ik denk dat ze misschien ook wel positieve jaloezie hadden. Dat ze bijvoorbeeld denken van, broeder A is gaan studeren in Riyadh of Medina. En ze hebben hun benen gevouwen bij de geleerden, waar we altijd cassettebandjes van luisteren, cd's. Dat ze denken van, ik wil dat ook. Nou. Ja, ik denk het. Ik kan me nog herinneren, ik kan me dat echt nog levendig herinneren in de moskee.
de broeders met wie ik dan omging, het was een grote groep broeders, yani. En ik geloof dat we ons bijna allemaal hadden ingeschreven voor Medina en ook andere steden. Ik weet niet of dat nog steeds heerst, is dat zo? Allahu alam. Ja, Allahu alam, ik weet niet, maar het gevoel dat ik heb is dat het minder. Ze vinden het mooi, men vindt het mooi. Maar echt de stap zetten om jezelf in te schrijven met de gedachte van op een gegeven moment als ik aangenomen word, dat betekent dat ik wellicht ook weg moet gaan en bepaalde dingen moet achterlaten. En hoe was dat, zeg maar? De eerste dagje, je gaat naar de universiteit toe. In een land die je niet kent, andere taal, andere gewoontes. Ja, ja. Enige wat u eigenlijk nog verbindt met Nederland zijn de broeders die zich ook hebben ingeschreven. Hoe was dat? Zo'n eerste dagje op zo'n universiteit. Nou, het was echt een hele mooie dag. Ik kan me nog herinneren, subhanallah, wij waren zo enthousiast. Want ik was niet de enige die in dat jaar aangenomen was. Naast mij was ook Bilal Abu Younes en een paar andere Nederlanders ook aangenomen. En het gekke is, de jaren daarvoor hadden ze geen Nederlands aangenomen. Er zijn wel een aantal Nederlandse studenten die daar in Riyadh nog op dit moment zelf zitten. En een paar zijn afgestudeerd. Onder andere Mesoud, uit Turkije. Hij studeert daar nog. Je had ook broeder Abu Younes al-Maghribi, die daar ook zat. Die is ook afgestudeerd. En een paar andere broeders. Maar de Nederlanders waren weinig. En gelukkig waren we, alhamdulillah, met een klein groepje broeders tegelijkertijd aangenomen. En we gingen ook tegelijkertijd, min of meer tegelijkertijd, naar Saudi-Arabië. En ik weet nog dat we echt enthousiast waren om te beginnen aan onze studie. Omdat we hier, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala had ons in staat gesteld en het voor ons makkelijk gemaakt om kennis op te doen. En we hadden dus al die zoetheid hier geproefd. Dus toen we dat hier al hadden geproefd, dachten we, als we daar komen, dan zal het alleen maar, inshallah, beter worden. Yani, bij de geleerden, bij de universiteit. En ongeveer, alhamdulillah, toen we daar aankwamen, waren we echt super, super blij. Nou, je hebt dus gestudeerd, hè, in Riyadh. Daar heb je natuurlijk ook genoeg grootgeleerden. Ja. Bij welke grootgeleerden heeft hij eigenlijk gezeten, onder andere? Alhamdulillah heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat gesteld om te zitten met een aantal geleerden. Onder andere de welbekende namen zoals Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Vooral voor corona, want na corona is hij eigenlijk zijn les alleen voort gaan zetten online. En niet meer in zijn moskee. Voorheen gaf hij veel lessen op de zaterdag, de zondag, de maandag en de dinsdag. In de avonden en ook in de ochtenden gaf hij les. Maar na corona, misschien vanwege zijn gezondheid, zijn zijn lessen allemaal nu niet online te volgen. En naast Sheikh Fawzan natuurlijk, Sheikh Al-Usaymi, andere geleerden, Sheikh Rayes. Alhamdulillah, een groep geleerders. Heeft u toevallig een leuke anekdote van een groot geleerde waar u les van heeft gevolgd? Een anekdote, ja. Alhamdulillah, we hebben heel veel dingen meegemaakt. Misschien vooral datgene wat me bijgebleven is, is de manier van opvoeding van Sheikh Al-Usaymi, hafidhahullah. Hij probeert je altijd nasaih tarbawiyah te geven. Adviezen waarmee hij, inshallah, je probeert op te voeden en het goede mee te brengen. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer meegemaakt dat hij les gaf in Manhajus Salikin, als ik me niet vergis. En zijn lessen duren best wel lang. Ik geloof 1,5 uur, 1 uur en 40 minuten, soms zelfs 2 uurtjes. En het is een wekelijkse les op de woensdag. Dus na afloop begint hij met vragen en antwoorden. Dus op een gegeven moment hebben de mensen soms de neiging om dan na afloop op te staan en dan naar huis te gaan en dan de vraag- en antwoordsessie niet bij te wonen. Omdat ze al zo lang hebben gezeten. Dus ik zat daar in de les en ik zag een groepje broeders opstaan en weggaan. En hij zei, jij gewoon, beste broeders. Waar hebben jullie dit vandaan? Dat jullie zomaar opstaan en weggaan zonder überhaupt aan te geven, Sheikh, we gaan er vandoor, neem ons niet kwalijk. Want het opmerkelijke is, ik heb dat alleen bij deze sheikh trouwens gezien. Als je weg wilt gaan, dan staan alle studenten op. De student die dan weg wil gaan, of hij naar de wc wil gaan, of gewoon echt naar huis wil gaan. Dan staat hij op en dan wacht hij tot de sheikh hem ziet. En dan knikt de sheikh, terwijl hij lesgeeft. Dus hij blijft doorpraten, maar dan knikt hij. Misschien als je op YouTube kijkt, dan zie je dat wel eens. Dan knikt hij en dan loopt die student pas weg. Want ik heb volgens mij, staat dit op YouTube? Ik heb dit volgens mij een keer zien langskomen. Ja, dat is een audio daarvan, klopt dat? Ja, op YouTube staat het inderdaad. Subhanallah. Ik was er alhamdulillah bij, dus het is echt mooi om te zien. Waarom? Je zit daar met op zijn minst 200 tot 300 man in zijn moskee. Dat is een wekelijkse les, zeg maar. Dus elke keer dat de persoon wilt weggaan, dan dient hij eigenlijk op te staan. Te adduben, vanwege adab. En het kan soms best wel lang duren, want de sheikh is ofwel
voor zich uit aan het kijken of die kant aan het kijken. Dus de persoon kan minutenlang blijven stilstaan. Maar vanwege de adab en zeg maar om kennis te eren, et cetera, blijft die persoon staan totdat de sheikh op een gegeven moment naar hem kijkt. En hem, ja, die knik, naar hem knikt en dan kan hij weggaan. Dus toen dat gebeurde, die groep stond op en ze gingen weg en hij ging ze aanspreken. En toen had hij volgens mij, geloof ik, 10 minuten lang had hij adviezen gegeven daarover. Van dit is een plek van kennis en als je dan weggaat, doe dan is de idaan. Hij zei, stel dat ik thuis zou zijn, samen met jullie. Zouden jullie dan ook gewoon abrupt opstaan en dan weggaan en naar huis of zo? Hij zei, dat zou niet van de adab zijn. Dus hier ook, ik praat met jullie allemaal. Ila akhir wahid, zei hij. Zelfs de laatste persoon in deze majlis spreek ik aan. En hij zegt, ik heb hier ook heel veel berichten. Hij bedoelde sms-berichten van zijn gezinsleden. Die ook om hem vragen. Maar hij zegt, ik zit hier voor jullie. We proberen hier Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken. Dus als je dan hier bent, blijf dan zitten. En mocht je dan echt weg moeten gaan, dan doe je isti'dan en niet zomaar weggaan. Hetzelfde had hij dat een keer gedaan. En nasiha tarbawiyya gegeven bij een andere les. Dat ging om een yom ilmi over arba'in en nawawiyya. Toen hoorden we op een gegeven moment aan de linkerkant van ons, helemaal bij de muur, hoorden we wat geluid. Volgens mij viel iets of zo. En toen keek een groepje mensen om. En hij zei, gewoon, het dars hahuna, de les is hier zo. Waarom kijk je om naar hier en daar? Ben je daarvoor gekomen of ben je gekomen voor de les? En toen begon hij ook weer 5 tot 10 minuten lang te spreken over het belang van aandachtig luisteren en de reden waarom je kennis opdoet. En dat soort adviezen te geven. Noemde hij ook een verhaal van een van zijn sheikh shuyukh. Dus dat soort momenten, die blijven je toch wel bij. Naast de kennis die je opdoet. En ook een andere sheikh, waar we alhamdulillah veel van hebben geprofiteerd. Sheikh Reyes. Van hem hebben we alhamdulillah heel veel meegekregen qua hirs ala talab al ilm. Dat je echt je best moet doen en ijverig zijn met het opdoen van kennis. En niet je tijd te verspillen. Subhanallah, ik heb weinig van hem meegekregen in de zin van dat hij zich bezig hield met dunya zaken. Als we dan met hem waren, constant had hij het over kennis. En heel zijn programma was kennis. Als je kijkt, had op een gegeven moment ook dagelijks les. Naast de universiteit had hij ook lessen in de moskeeën. En als hij dan uitnodigt, en dat was ook het vreemde, subhanallah, in plaats van dat wij hem contacteerden, hij contacteerde studenten. Dus hij was heel ijverig in het bij elkaar komen omwille van Allah. En het dan, als je dan bij elkaar komt, dan gaat het niet over onzinnige zaken. Het gaat voornamelijk over kennis. Dus dat soort momenten blijf je echt wel bij, subhanallah. Hij heeft natuurlijk een islamstudie gevolgd. Ja. Hoe gaat dat precies? Heb je bijvoorbeeld een bepaalde richting waar iemand voor kan kiezen? Zo ja, welke richting heeft u gekozen? Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk wel grappig dat je dat vraagt. Ik heb een iets wat aparte richting genomen. Laat ik eerst zeggen, ik had zojuist aangegeven dat ik Arabisch al had geleerd, alvorens ik naar Riyadh ging. Dus hier had ik al Arabisch geleerd. Dus alhamdulillah, ik was al in staat om te praten, et cetera. Ik kon mezelf verstaanbaar maken. Dus toen ik daar kwam, heb je, voordat je aan een opleiding begint, heb je een Arabisch instituut voor de niet-Arabisch sprekende mensen die vanuit het buitenland komen. Dat is normaal gesproken een traject van 2 jaar, tenzij je Arabisch kent. Dus ik had dat alhamdulillah voor kort kunnen afmaken. Vervolgens heb je de keuze om een faculteit uit te kiezen. Ofwel sharia, wat een beetje de islamitische wetgeving is. Of usuluddin, dan heb je vaak te maken met religies. Maar ook binnen de islam, de verschillende stromingen en andere zaken. En je krijgt natuurlijk ook fiqh, et cetera. Maar in mindere mate dan sharia. En dan heb je nog een derde faculteit, dat is lugha al-arabiya, de Arabische taal. Dan ga je daar echt op focussen. Natuurlijk krijg je ook wat van islamitische wetenschappen mee. Zoals fiqh en aqida, maar in mindere mate. Dus toen ik de ma'had had afgerond, het Arabisch instituut, ging ik bij mezelf te raden, wat nou het meest handige voor mij om te doen. En natuurlijk ook advies ingewonnen. En onze broeder Mas'ud Abu Muawiyah Turki had me geadviseerd om te kijken naar de Arabische taal. Om daar mezelf verder in te specialiseren. En toen ik daar goed over had nagedacht, dacht ik, dat zal wellicht de juiste keuze zijn voor mij. Vanwege verschillende redenen. Eén daarvan is, je hebt in de moskeeën in Saudi-Arabië, heb je daar veel lessen in. Aqida, in hadith, in fiqh, etc. Mutawafir, jidden. In veel moskeeën zullen het aantreffen. Maar wetenschappen die te maken met Arabisch taal is wat minder populair. Dus je gaat niet zo snel een les vinden, bijvoorbeeld in nahu, in Arabisch grammatica of sarf. Dus ik dacht, wellicht kan ik dat een beetje combineren. Dus op school, vooral me richten op Arabisch en de wetenschappen die daarmee te maken hebben. En in de moskeeën, fiqh, hadith, etc. فَقُلْتُ لِنَفْسِي أَجْمَعْ بَيْنَ الْخَيْرَيْنِ Ik ga deze twee zaken een beetje op die manier combineren. Dus dat was een van mijn hoofdredenen waarom ik uiteindelijk had gekozen om me te specialiseren in de Arabische taal.
En wat maakte het dat het dan minder populair is? Want je zou juist zeggen van hè, de Arabische taal zou juist heel populair zijn, want daardoor kan je ook meer verdiepen in de materie. Ja, ik denk dat het misschien te maken heeft dat het gewoon wat droger stof is als dat een juiste bewoording is. Het is gewoon lastiger om grammatica te studeren. Ik zelf en de meeste mensen, denk ik, hebben een natuurlijk neiging om fiqh-lessen te volgen. Of aqida, het is interessant. En je hebt direct wat eraan qua het praktiseren in je dagelijks leven. Dus van nature gaan mensen gelijk naar dat soort lessen. Dus het is veel moeilijker om jezelf daartoe aan te zetten om bijvoorbeeld grammatica te studeren, wat best wel droog stof is. Dus ik denk dat dat de reden is waarom dat er minder aanbod is in de moskeeën. Want uiteindelijk zijn het verschillende shuyukh of docenten die ervoor kiezen om in de moskee te gaan te zitten en dan een boek daarover te beginnen. Dus ik denk dat dat misschien een van de voornaamste redenen zal zijn dat minder te vinden is in de moskeeën. En had u niet bijvoorbeeld in de tussentijd dat u dacht van, ah, had ik maar iets anders gekozen? Jawel, ja. Ik wil daar nog inshallah op terugkomen. Maar wat je zei net ook van, je zou juist denken dat Arabisch taal juist in trek is. Dat was denk ik ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk had gekozen voor de Arabische taal. Want ik dacht, als ik terugkom naar Nederland, alhamdulillah, je hebt heel veel studenten, ze hebben gekozen voor sharia en andere richtingen, weet je. Dus ik dacht, wellicht als ik een beetje daarvan afwijk, dan kan ik iets anders aanbieden, ook naast fiqh, et cetera. Ook vooral mijn focus op Arabisch taal. En als je kijkt naar de meeste moslims, ik denk, alhamdulillah, als zij beginnen serieus te zijn met hun religie of iets van hun religie willen leren, dan beginnen ze vaak met Arabisch taal. Dan zoeken ze een instituut waarbij ze gelijk Arabisch kunnen leren. Alhamdulillah, er zijn zoveel moskeeën die fiqh doseren, aqida doseren, hadith doseren. Dus ik dacht bij mezelf, er zal vast wel een sterk behoefte zijn onder de mensen om Arabisch te leren. Dus als ik dan die richting opga, dan zal ik inshallah mezelf ook hebben verrijkt. Want ik zou ook van nature eerder sharia hebben gekozen of een andere faculteit. En ik zou, als ik terug had gekomen, ook de mensen van profijt zijn geweest. Wel een interessante perspectief. Want als ik dan bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik zou dan eerder denken van, hè, ik ga iets doen wat mij interessant lijkt, waar ik bijvoorbeeld meer passie voor heb om mee precies, te geven ja. aan anderen. En hier is ja, alles tegenovergestelde gedaan. Precies met die tweestrijd, inderdaad ook. Ik dacht ook bij mezelf, van als ik die richting op ga, dan ga ik mezelf wel een beetje moeten pushen. Maar dat wilde ik ook juist, want ik kende mezelf. Ik wist dat ik, voordat ik naar Riyadh ging, dat ik al hield van fiqh, boeken daarover te lezen, en aqida boeken daarover te lezen, tafsir en dat soort wetenschappen. Dus ik dacht, dat ga ik inshallah gewoon willen doen, buiten mijn school om. Maar of ik mezelf ertoe aan zou kunnen zetten om ook nog in mijn vrije tijd extra boeken over grammatica en dergelijke wetenschappen te bestuderen, dat zou minder het geval zijn, dacht ik. Dus ik dacht, laat ik mezelf een beetje pushen, mezelf daarin diepe in te gooien en gewoon op school te focussen op Arabisch. En ook andere islamitische wetenschappen en in de moskeeën dan hetgeen wat ik misschien eerder geneigd ben te studeren, om dat daar inshallah te volgen. Wat zijn de benodigdheden om je te kunnen inschrijven bij een islamitische universiteit? Om eerlijk te zijn staat niet alles me even vers nog bij, maar je hebt een aantal documenten nodig. En diezelfde documenten kun je gebruiken voor Medina, Riyadh en andere universiteiten. Het is ongeveer dezelfde benodigdheden voor de verschillende universiteiten. Je hebt onder andere heb je je middelbaar schooldiploma nodig. Of een mbo-diploma als je die hebt. Of een hbo, et cetera. Naast je diploma willen ze ook een cijferlijst zien. En het liefst moet je kunnen aantonen dat je een goede student of leerling geweest bent. Dus dat je gemiddeld een 7 of zo hebt, of een 8. Dat willen ze het liefst. Hoe hoger, hoe beter. Dan heb je meer kans. En een van de andere benodigdheden is dat je ook een kopietjes moet hebben van je paspoort. Een verklaring van goed gedrag. 2 tezkiyas. Wat eigenlijk weer op een VOG lijkt, maar dan meer van de islamitische kant. Als je naar een islamitische organisatie gaat, of een moskee, of een bekende persoon in de samenleving, laten we zeggen een heel bekende sheikh of student of zo, en die dan zegt van deze persoon is een goed persoon. Dus een soort aanbeveling. Dus het kan een moskee zijn, dat is meestal het makkelijkste. Langs gaan bij een moskee en dat zij dan zo'n document voor je opstellen. Ja, dat is ongeveer een paar andere zaken wellicht wat ik nu niet kan herinneren. En dat dien je dan in, tegenwoordig via een website. Vroeger ging dat gewoon per post. Dus het gebeurt gewoon online? Ja, en tegenwoordig is het online. Elke universiteit heeft wel een balkje waar je kunt klikken, waar je dan vervolgens je aanmelding kunt rondkrijgen. En laatst had ik gezien dat ze dat een beetje proberen één te maken. Dus één centraal punt waar je inschrijving kunt regelen en dan ben je gelijk volgens mij ingeschreven voor meerdere universiteiten.
Maar ja, daar weet ik niet het fijne meer van. Nou, zoals u net aangaf, hè, in die tijd gingen heel veel broeders naar het buitenland om te studeren. Ik kan me heel goed voorstellen op dat moment, je hebt heel veel ambitie, je wil heel graag. Maar je hebt natuurlijk ook een factor die ook meespeelt, namelijk hoe de families ernaar kijken. Wat vond uw familie er eigenlijk van, dat u ervoor koos om te studeren in het buitenland? Alhamdulillah, ik kreeg alleen maar steun van mijn familie, mijn ouders en anderen. En voornamelijk mijn vrouw, jazakallahu khairan. Ze steunde me altijd, had geduld ermee. Ik weet nog in die tijd toen ik voor het eerst dus naar Riyadh ging, om te beginnen aan mijn studie, was mijn zoontje een paar weken oud. En desondanks, ze bleven hier vanwege omstandigheden, kon ik ze niet meenemen. Dus ik heb ook eigenlijk al die jaren, heb ik daar in mijn eentje gezeten. En alhamdulillah heeft zij daar geduld mee gehad. En ook de kinderen hebben daar natuurlijk geduld mee gehad. Dus ik heb alhamdulillah alleen maar steun voor hen ervaren. En mocht Allah subhanahu wa ta'ala hen rijkelijk daarvoor belonen. Ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat iemand wil studeren in het buitenland, dat niet alles vlekloos loopt. Er zijn natuurlijk een aantal zaken waar een student van kennis tegenaan kan lopen. Wat zijn zaken waar een student van kennis rekening mee moet houden of waar hij in potentie tegenaan kan lopen? Nou, daar kan ik veel over zeggen. Waar moet ik beginnen? Je hebt heel veel valkuilen. Een van de valkuilen is natuurlijk dat je daar naartoe gaat om te studeren, maar uiteindelijk niet je ware potentie, niet tot je potentie kunt komen. En dat kan bijvoorbeeld als je hier al in Nederland niet echt bezig bent geweest met het opdoen van kennis. Dan moet je niet altijd van uitgaan dat als je daar dan aankomt, dat je opeens een heel ijverige student wordt. Dus indien je hier niet ijverig bent, dan is er een grote kans dat je daar ook niet ijverig bent. Dus een van de dingen dat ik dan zo'n persoon wil adviseren is, maak nu al gebruik van de middelen die er zijn, van de studenten, et cetera. Zodat je alvast voor jezelf een basis hebt ten eerste qua kennis, voordat je daar naartoe gaat. Vervolgens dat je ook in een bepaalde ritme komt van het opdoen van kennis. En dan vervolgens als je daar komt, dat je dan gelijk veel meer je best kunt doen en veel meer kunt halen uit je studie daar. Want het kan zo zijn dat als je hier niet serieus bent en je gaat daar naartoe, dat je jezelf afleidt met we gaan naar het ene restaurant, volgende restaurant, met broeders zitten en beperken tot bepaalde lessen, et cetera. Dus dat is een valkuil. Een ander valkuil is dat je misschien wellicht bezighoudt met datgene wat je niet echt aangaat. En de profeet alayhi salatu wassalam zegt van husn islam al mar tarkuhu ma la ya'ni. Van ya'ni, jouw goede islam is dat je datgene wat je niet aangaat, dat je dat gewoon laat, met rust laat. Want soms heb je bepaalde studenten, ze hebben de hele dag op een bepaald onderwerp dat ze niet aangaat. Dan gaan ze elkaar op elkaar bijvoorbeeld letten of elkaars fouten zoeken, et cetera. Terwijl je daar bent gekomen om ten eerste raf al jahl aan nafsik, om de onwetendheid van jezelf weg te halen. En dan inshallah zul je gaandeweg dingen beter begrijpen. Dit zijn een aantal valkuilen. Ik neem aan dat er ook heel veel andere broeders zijn die in een soortgelijke situatie zitten. Ja. Hoe hebben jullie de focus kunnen behouden op het studeren? Want privé is natuurlijk ook iets wat meespeelt. Je gaat dingen leren, je wilt dat delen met je partner. Partner is er niet. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Alhamdulillah, in het begin hadden we ook heel veel steun aan elkaar. Ba'adallah azza wa jal, waren we ook hecht. We waren met ze, zoals ik zei, we waren met een groepje broeders aangenomen in Riyadh. Dus ik zat, we deelden de kamers zeg maar samen. We hadden een soort, ja, ik kan het misschien beschrijven als een soort studio met twee kamers. En ik en Bilal Abu Younes zaten dan in de kamer. En twee andere broeders zaten in een andere kamer die... We kenden elkaar allemaal toevallig van dezelfde moskee hier in Rotterdam. Dus we waren heel hecht en we konden met elkaar optrekken. En als er problemen waren, dan gingen we elkaar navragen daarover. Procedures werden daardoor ook makkelijker, want ja, het is wel een nieuw land en alles en zo. Dus alhamdulillah, dat was wel makkelijk. Allah subhanahu wa ta'ala had voor ons in dat opzicht het echt heel erg voor ons vergemakkelijkt. En we leven ook in een tijd dat we met via social media, via WhatsApp, gewoon contact kunnen onderhouden met onze families. De wat oudere studenten, Mus'ud Abu Muawiyah, Ahmed van der Pol en zo, die leefden in een ander tijdperk. Het was niet altijd even makkelijk om te communiceren met de thuisfront. Dus alhamdulillah, voor ons was het heel makkelijk. Constant berichten, bellen in de avond. Kijken hoe het gaat. Datgene wat je een beetje hebt geleerd op school, delen met je gezin. Dus alhamdulillah. En hoe werden jullie als het ware als collectief opgevangen door de studenten die daar al waren? Bijvoorbeeld Ahmed van der Pol, Abu Juhayna, et cetera. Hoe was dat?
Alhamdulillah, ze hebben ons geholpen in datgene wat ze konden helpen. Maar omdat wij elkaar hadden, was het voor ons ook best wel makkelijk om zelf uit de voeten daarmee te gaan. Want zoals ik zei, ik en een paar andere broeders hadden al Arabisch geleerd voordat we naar Riyad kwamen. Dus als we iets nodig hadden of we moesten iets aanvragen, dan gingen we gewoon persoonlijk langs. En kregen we uitleg en dan gingen we die stappen gewoon volgen. Dus alhamdulillah, we kwamen zelf er wel een beetje uit. Stel nou op dit moment, een broeder kijkt naar dit interview. Subhanallah, een broeder kijkt naar dit interview en hij denkt van, ja, ik vind zijn verhaal, Allahumma barik, zo inspirerend. Ik wil ook studeren. Welikin, ik heb een vrouw, ik heb een kind. Eigenlijk een soortgelijke situatie zoals die van u. Mm-hmm. Wat zou u zo iemand willen adviseren? Ik zou zeggen, istaan billah. Zoek hulp bij Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal alayh. Ihras ala ma yanfa', zei de profeet alayhi salatu wassalam. Hou je bezig met datgene wat jou van profeet zal zijn. Wasta'in billah. En zoek hulp bij Allah subhanahu wa ta'ala. Want je zoekt kennis omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En wie een weg inslaat waarbij hij kennis opdoet, voor diegene zal Allah subhanahu wa ta'ala een weg maken naar het paradijs. En la shak zal het niet altijd even makkelijk zijn. Vooral niet degene die getrouwd is en al helemaal niet met kinderen. Voor diegene zal het wellicht nog veel en veel moeilijker zijn. Uit ervaring weet ik dat sommige broeders daar naartoe gaan en het moeilijk vinden omdat ze niet gelijk hun gezin mee kunnen krijgen en vervolgens dan hun studie stoppen. Ik begrijp dat het lastig is en dat is geen makkelijke beslissing. Maar degene die in staat is gesteld om daar te gaan en zijn gezin geduld heeft, of nou tijdelijk is dat ze eventjes niet mee kan gaan of eigenlijk heel de periode niet mee kan gaan, ik zou zeggen, isbir, heb geduld en wasta'in billah. Want inshallah, degene die Allah subhanahu wa ta'ala vreest, voor diegene zal er inshallah een uitweg komen. En vooral als je een ahl hebt, een vrouw hebt die jou steunt in datgene wat je probeert te behalen in het opdoen van kennis. Nou, je hebt natuurlijk gestudeerd, heel veel dingen geleerd, alhamdulillah. Je bent ook al mijn werk heel actief bezig. Maar wat is eigenlijk het doel van opgedane kennis? Wat wilt u daarmee doen? Alhamdulillah, yani ik probeer datgene te doen wat ik kan. En de mensen te helpen in hoeverre ik kan. En de profeet alayhi salatu wassalam zei, khayrun nas en fa'ahum linnas. De beste mensen zijn de mensen waar de andere mensen het meeste aan hebben. Dus wat ik altijd een beetje heb gedaan en probeer te doen, is me zoveel mogelijk in te zetten op verschillende vlakken voor de moslim umma, yani de islamitische umma. Want we hebben al, yani subhanallah, heel veel problemen in onze gemeenschap. We krijgen zoveel mailtjes, mensen die bellen, appen over mensen die bijvoorbeeld met emotionele problemen zitten of psychische problemen zitten of huwelijksproblemen zitten en dan bemiddeling zoeken of iemand die ze kan adviseren. Dus we hebben yani zoveel problemen in onze samenleving en men heeft echt een behoefte aan vaak studenten en dergelijke mensen die dan een bepaalde rol kunnen spelen in, een positieve rol kunnen spelen in zo'n samenleving. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om mij en andere mensen in staat te stellen om daar een positieve bijdrage aan te leveren. En daarnaast hebben we ook, heel veel moskeeën hebben echt een behoefte aan sprekers. Vooral mensen die de jongeren kunnen aanspreken, worden constant gebeld voor lezingen en dergelijke. Dus hopelijk kunnen we daar ook inshallah een positieve bijdrage aan leveren. En we hebben natuurlijk ook een organisatie sinds een aantal jaar waarin we da'wa doen op straat. We proberen niet moslims uit te nodigen naar de islam. Zowel de atheïsten als de christenen. En alhamdulillah zijn groepjes studenten die ons ook daarin bijstaan. Dat is via da'wa NL, toch? Ja, inderdaad, da'wa NL. Ik was de afgelopen jaren natuurlijk aan het studeren. Alhamdulillah heb ik mijn opleiding afgerond. En er waren altijd broeders hier zo al die jaren ook die de da'wa hebben voortgezet in onze afwezigheid. Jazahumullahu anna khair al-jaza. En nu proberen we inshallah hen ook daarin bij te staan. Zodat wij inshallah ook daar een aandeel in hebben in die ajr. Nou, nu het heeft over straatdeel. Ik ben eigenlijk een beetje benieuwd hoe het er daaraan toe gaat. Inshallah, we kunnen zo gaan en dan kun je een kijkje nemen van hoe dat eraan toe gaat. Bi-idhnillah. Nou, voor de kijkers, we gaan even een switch maken naar hoe het buiten eraan toe gaat. Tot zo. Beste broeder, waar zijn we nu? Nou, zoals je ziet staan we hier zo bij Delfthaven, onze vaste plaats waar we da'wa verrichten. Alhamdulillah, de mensen die hier voorbij komen vragen we of we zo een momentje hebben om ons eventjes te spreken over religie. Alhamdulillah zien we dat heel veel mensen daar gehoor aan geven. Heel veel mensen lopen hier zo met levensvragen en sommigen zijn atheïsten, sommigen zijn christenen. Alhamdulillah, en dan beginnen wij
En Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Dit is mijn weg. Yani, en op deze weg proberen wij da'wa te verrichten op al basira, op basis van inzicht. Want wij weten dat de mensen in principe geboren worden met de natuurlijke aanleg. De profeet alayhi salatu wassalam zegt: Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Elk baby wordt geboren op de natuurlijke aanleg. Maar wat gebeurt er dan? Hij zegt: Abawahu yuhawidanihi, aw yunasiranihi, aw yumajisani. Maar gaandeweg zie je dat ze op een gegeven moment afwijken van dat ware monotheïsme. Het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan worden sommige christenen, sommige worden joden. En wij proberen de mensen weer uit te nodigen om terug te keren naar die natuurlijke aanleg. Naar het monotheïsme. Wallahi alhamd, we zien dat heel veel mensen daar gehoor aan geven. Kijk, om me heen zijn er een paar mensen die nu in gesprek zijn met onze andere vrijwilligers en broeders. En mogen de broeders, Allah subhanahu wa ta'ala, deze broeders rijkelijk belonen, want ze doen echt belangrijk werk. Ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat jullie da'wah doen, dat mensen behoefte hebben aan extra informatie. Hebben jullie bijvoorbeeld flyers die jullie meegeven of boeken? Naam. La shak, alhamdulillah, heeft Allah subhanahu wa ta'ala voor ons makkelijk gemaakt dat veel mensen doneren. En dan kopen wij met dat geld boeken in en we drukken folders en die geven we dan gratis weg aan de mensen die geïnteresseerd zijn. Zoals jullie zien, ayyuhal ikhwa wal akhawat, dit zijn een aantal boeken, een greep van een aantal boeken van datgene wat we uitdelen aan de mensen die geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen van de islam. Zo zie je bijvoorbeeld hier zo over de Jehovah getuigen. Sommige mensen zijn natuurlijk begrijpen de Nederlands taal niet, geven ze een boek in het Engels mee over Isa alayhi salam, over Jezus. Sommige mensen bekeren zich hier ter plekke op straat. Vervolgens krijgen ze een mooie samenstelling. En wellicht krijgen ze dit boek mee. De vertaling van de Koran. Of iets over het gebed. En over de belangrijke zuilen binnen de islam. Hakada yani. We kijken gewoon datgene wat een beetje van toepassing is. Wat een beetje yani, goed is voor die persoon die we dan hebben aangesproken. En dan geven we een onderwerp dat we denken dat moet hij yani, verder onderzoeken en verder lezen. Zodat die persoon ofwel moslim wordt. Of meer te weten komt van de islam nadat hij of zij bekeerd is tot de islam. En vervolgens als iemand bekeert krijgt hij ook nog eens een boekenpakket mee. Dus hierbij wil ik ook natuurlijk een oproep doen voor de mensen dat zij blijven doneren. Want fi'len, yani hun donaties worden gebruikt voor goede zaken. Dus beste mensen, blijf doneren. En yani, la tabkhalu ala anfusikum. Leuk dat je de video hebt afgekeken en bedankt voor het kijken. Like onze video en abonneer op ons kanaal als je elke week een dienreminder wilt. Tot de volgende keer. Assalamu alaikum.